yes, yes, it's that time of the week again. Goed, het is weer tijd om even gezellig te gaan zitten met z'n tweeën. Om te praten over hele belangrijke dingen in het leven. En vandaag zijn dat fanaccounts. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Ik bedoel, ik heb een aantal maanden geleden een video geüpload die heette Rare Fanaccounts. En daarmee ging ik praten over het fenomeen fanaccounts. Een fanaccount is een account die gemaakt wordt waarin je blijkt dat je fan van iemand bent. Dus fanaccount is bijvoorbeeld van Justin Bieber. Dan zeg ik Justin Bieber fan 013, love him and his dick. En dan, dat is mijn fanaccount van Justin Bieber. En ik ben op een of andere manier in een positie geplaatst waarin ik ook fanaccounts heb. Fucking leuk, dankjewel daarvoor. I love all of you. All of you. En ik ga er vandaag op reageren, want er zit toch weer soms rare shit bij. Je wilt het niet weten. We gaan even scrollen, we gaan even gezellig scrollen. Dit is twisted as fuck. Cinefans heeft een edit gemaakt van mijn hoofd, maar niet zomaar mijn hoofd. Mijn hoofd keer 10. Creepy shit, people. Creepy shit. Ik snap ook niet precies wat hier mijn hoofd. Ik ben gewoon spraakloos. Hoor je dat? Ik ben spraakloos van deze shit. Wow, deze shit is messed up. Ik vind het echt fucking... Dit is echt hilarisch. Dit is zo fucking hilarisch. Oh, I love deze man. Oké, ze lijken net eekhoorns of zo. Nee, je lijkt zelf op een eekhoorn. Disney, bel me op. Ik spreek jullie nieuwe Eagle-character in. Deze fanaccount heeft een foto van mij waarvan ik niet eens wist dat die bestond. Ik zie er ook echt zwaar fucked up uit. En, ja hoor, een middelvingertje. Ik denk dat dit tijdens een of ander feestje was. Niet dat ik naar een feest ga of zo, waarin ik met mijn lam zuip en dan de volgende dag niet meer weet welke foto's zijn gemaakt. Ik bedoel, dat zat. Fucked up, toch? Cinefun TV, lage streepje. Een ballenbak, ballen... Maar dan van... Ik snap het niet helemaal wat hier gebeurt. Giel, Thomas, Stefan, Peter en ik zijn ballenbak, ballen. Cute doggy. Plus 1 voor de cute doggy. Oké, okay, deze edit is van Cinemeter. Fucking Cinemeter, ajaja people, ajaja. Grandma. So, why is this lovely guy on your background? Oh, who? Sorry, mijn Engels was beter vroeger. So, who is this lovely guy in your background? Mom? No. Dad? No. Dog? No. Want de hond kan in één keer praten. Me opens 100 slide presentation. I'm glad you asked. And then we see this. Inderdaad, een staat eronder. Het is niet dat ik het heel erg grappig vond, maar de maker vindt het grappig. Dat is belangrijk. Cinemeter, dankjewel. De reacties zijn echt episch. Me, oh mijn god, me. True as fuck. Me. Help poppetje. Dat is de level, oké? Okay? Waar ze het over hebben. Bij mijn fanaccount. Way yo. I love deze man. Fucking nice. Cinefans. Ik ben de definitie van trash. Respect voor jou dat je dat van jezelf durft te zeggen. En dan fucking K3. En Mates 3. We got it. Kelvin, Jart en Peter op de hoogte van K3. Ik gok dat het merendeel van de reacties als volgt zal gaan. Ik ga even lezen. I'm done. Leven compleet nu. Help poppetje. Help poppetje. Deze is echt on point. Rauwe Joost. Dacht je ballorig. Heeft een foto gemaakt van Joost in een ballenbak. Maar niet met ballen, maar met het hoofd van mij en Martijn. Hoe nice is deze? Dit is echt fucking episch. Martijn heeft ook gereageerd. Wow. Joost heeft ook gereageerd. Ik heb niet gereageerd. Het spijt me. Ik zal reageren. Kelvin, je bent echt veranderd sinds je... YouTube. Je reageert niet eens meer op je fanaccount. Nou, jawel. Love this. Heb ik net gedaan. Oké, dit is... dit zijn quotes. Dit is Cinemates quotes, dames en heren. Ik zal hem even luidkeels in jullie voorlezen, zodat jullie kunnen genieten van deze wijsheid. Want ja, weet je, we weten allemaal dat dit beter dan dit wordt het gewoon niet. Mahatma Gandhi is nothing compared to deze. You are not a cinemater for 1 month. Wacht, ik moet het even wat beter doen. You are not! Not a cinemater for 1 month, but forever. Then you can call yourself a cinemater. Better recognize. Deep shit. Deep shit. Deep shit. Echt. Nice. Deze is fucking nice. Ik hou van deze. Deze is zo weird. Cinemates fandom represent. Dankjewel dat jullie het allemaal voor ons doen. Zoek de verschillen. Direct Pete. Check dit. Deze is echt zo fucking mooi. Ik vind het oprecht jammer dat Peter hier niet is om samen met mij stuk te gaan om deze. Oh, deze is echt prachtig. Deze is zo fucking mooi. Komt ie, een nieuwe quote. Er komen weer nieuwe quotes aan, dames en heren. Let's do this. Let's do this. I'm shy at first, but I do the stupidest
random shit when I get comfortable with someone. En dan een foto van ons. Ik weet niet waarom die foto van ons erbij is. Waarom is dit? Waarom zitten wij bij? Ik vind het top. Ik vind het leuk. Maar ik snap niet waarom wij hierbij moeten zitten. Oké, Cinefans heeft hier een... Ze hebben een petitie voor Kelvin en Peter om te stoppen met ouder worden. Ik zal hem aan jullie voorlezen. Kelvin en Peter worden steeds ouder en ik vind dat niet kunnen. Waar denken ze dat ze het recht vandaan halen om ouder te worden en op te groeien? Ze worden ouder en slomer en dan gaan stoppen ze met YouTube en dan gaan ze dood. En wij dan? Ik vind niet dat dat zomaar mag. Je hebt een punt. Hashtag stop Petfin from growing 2016. Holy shit, dit is echt prachtig. Oh, oké. Het is weer fucking tijd voor een fucking quote. Deze is voor alle mannen out there, oké? Jullie moeten dat begrijpen. Jullie moeten dit begrijpen. Dear boys, if you don't look like Kelvin and Peter, don't expect us to look like Beyoncé. Als Peter en ik qua aantrekkelijkheidslevel dit zijn, dan is Beyoncé zit fucking hier gewoon. Oh, hier heb ik Cinemates quotes. Oh! Cinemates quotes back again! Be a girl with a mind. A woman with an attitude. Dat moet een N. Oh nee. Shit, I totally fucked up. Be a girl with a mind. A woman with attitude, and a lady with class. Oké, duidelijk. Ik zal je beloven om deze stoel te laten staan. Anders gaan er straks nog gewonden vallen, daar heb ik geen zin in. Cinechicks heeft deze post gezet. Hoppakee, paf. Een screenshotje van mij en Peter aan het knuffelen. En er staat een tekstje bij, die zal ik jullie even voorlezen. I'm so in love with the I'm so in love with the Cinemates. I lost my control. Powerless, but I don't care, it's obvious. I just can't get enough of them. The battles down my eyes are closed. No control. Da fuck. Sorry, ik kan niet slecht bij. Aight, deze is nice. Deze is vet, jongen. Dit caption is ook waar. Ik vind hem echt goed gelukt. Nou, dat is terecht. Want hij is vet goed gelukt. Check dit. Buurman en buurman. Kelvin en Peter. Aight. Ajaje. Ik ga afsluiten met een knaller. Met een levensles. Met een zware levensles. En de foto erbij is ultiem. Gedichtje voor school. Ed Calvijn. Altijd zwaar. Altijd kut. Altijd... zwaar kut. Oké. Hopelijk had je voldoende. De allerlaatste. Mooi, yo. Dit is de Cinemates fanpagina. Als je goed kijkt, zie je het hoofd van Kelvin. Leg goals all the way. Ik zeg het je, deze leg goals are sick. Peter, paas je me hoe je dit doet. Dan kan ik all day gewoon door het leven met lange, mooie vrouwenbenen. Ha! Bedank je groots voor het maken van deze edit. Ik voel me een stukje aantrekkelijker nu dat ik weet dat ik er ooit op een dag misschien zo uitzie. En daarmee uit! Bam! Het was weer een feest. Volg mij vooral op elk social media zoals maar kan. Want dan zal ik ooit hier en daar eens een keer van deze gekke fanarten reposten. Abonneer op mijn kanaal. I appreciate that. Ik zie jullie volgende keer weer. Mwah! Hey, mugger. Mooi aan deze krokodillen is. Oké, ik neem terug wat ik net zei. Dit is meme material. Dit is echt de slechtst geacteerde prank ooit. Ooit. Super glue prank phone call. Cancel.